Ja, beste luisteraars, u luistert nog steeds naar het programma Wist u dat? Op deze woensdagmorgen 4 oktober 2023. We gaan verder met het volgende onderwerp en daarvoor bellen we weer met Paramaribo. En u weet het, meneer Familier, die is op dit moment nog niet helemaal hersteld van zijn griep. We hopen dat hij vrijdag wel in de uitzending, tenminste zaterdag, want het is in de nacht van vrijdag op zaterdag, dat hij dan wel in de uitzending is. Maar nu hebben wij contact met de heer Samson en de heer Van der Leuf. Heren, een goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Een goedemorgen ook van mijn kant. Ja, ik ben blij dat u weer in de uitzending bent. Wat gaan we vanmorgen doen? Ik geef het woord aan u beide heren. Nou, in elk geval voor wat meneer Familier betreft. Ik was nog bij hem op bezoek. En ik moet hem van hieruit wetenschap toewensen. Wat er namelijk is gebeurd. We zitten op dit moment met een verschrikkelijke hitte in Suriname. We praten over temperaturen rond de 38, 39 graden. Met een gevoelstemperatuur van vaak tegen de 46 graden aan. En ik stel mij zo voor dat Ludwig naar Suriname is gekomen met zijn EGA. Natuurlijk is het vrij koud daarboven in de lucht. En je landt hier, de deur gaat open, je komt naar buiten. En een temperatuur van 38, 39 graden, een gevoelstemperatuur van 46 graden tegemoet. En dan is het raak. En dat betekent griep, koorts, hoesten. En dat is wat ik afgelopen dagen met Ludwig heb meegemaakt. Maar in elk geval, ook op deze woensdagochtend zitten meneer Van der Leuf, Winston Van der Leuf en Guillermo op de radio voor Ludwig Familier Incognito. En waarover we het gaan hebben over alles en nog wat, er is nog aardig wat geweest hier de afgelopen dagen in het land. Ze zijn nog niet klaar met die begrotingsbehandeling. Het blijkt dat er veel rommel in die begroting zit. Veel leugens zijn ook gedeponeerd. En men praat erover, de VES, Winston, Ramota Singh is bezig geweest en vele anderen. En ik dacht dat ook afgelopen zondag in het programma, mevrouw Adema, Natasha Adema, een zeer professionele uiteenzetting over het instituut IMF namelijk heeft weergegeven. Kan ook niet anders, want zover ik heb begrepen, is Natasha zelf op dat onderwerp gepromoveerd. Let wel, ik praat niet over mensen die diploma's kopen, zoals hier in Suriname, maar echt gepromoveerd. Want allerlei figuren lopen hier rond, zitten in Miami en komen diploma's hier verkopen tot naar koningschappen zelfs toe. En beweren nep-professoren te zijn. Maar ja, dat zijn de dingen. Maar nee, mijn petje af voor de uiteenzetting van Natasha Adema. Zoals ze het namelijk heeft gebracht. En zoals wij het ook hier binnen IBW University ook hebben gedoseerd in het verleden. Toen meneer Boutersen met IMF namelijk in zee zou gaan. Ik sprak daarnet over dat meneer Winston Ramota Singh is uitgekomen. Flink uitgekomen. En hij vond de jaarrede van de president is gewoon een herhaling van het oude. Een heleboel herhaling zonder enige verbetering. Beloftes, maar geen enkel zicht op verbetering. Dus dat staat ons te wachten. En hij zegt dat er steeds wordt gezegd dat er licht in de tunnel is, terwijl mensen steeds armer worden. De president zelf die vond dat mensen die niet zien dat er eindelijk licht in de tunnel is, naar een opticien moet gaan en een bril moet aanschaffen. Winston Ramota Singh die vraagt zich af hoe dan hij gelooft, en met hij bedoelt hij eigenlijk die president, gelooft zijn eigen verhaal, hoe mooi het gaat worden, maar de feiten zijn dat wij hier in Suriname steeds armer worden.
En Ramota Singh zegt dat de afgelopen 3 jaar ruim 700 miljoen Amerikaanse dollars die zijn extra geleend. Maar daar had ik het in het vorige programma ook over samen met Winston van der Leuf. En hij merkte op dat er niet op deze voet doorgewerkt kan worden. Hij vond, ja, deze regering die scheldt de vorige regering uit en deze regering maakt het van kwaad tot erger. En ik heb u toen in de vorige uitzending uitgelegd dat er wordt gelogen. Want als je even gaat kijken, de schuld zoals men zegt en zoals het bureau staatsschuld het eigenlijk weer weergeeft, is overgenomen van de vorige regering van zeg rond 4,1 miljard. Dan hebben we het vooral over die schuld van Oppenheimer. Er is geen cent afgelost. Integendeel is er slechts zo'n 700 miljoen eigenlijk bij geleend. Dus bijna 1 miljard. Dus dan kom je al heel gauw tegen dichter 5 miljard aan. Als je dit aflost, want dat heeft deze regering niet gedaan, ja, dan krijg je sowieso opgestapelde rente, geaccumuleerde rente, rente op rente, samengestelde interest krijg je. En je krijgt natuurlijk een stukje boeterente erbovenop. Dus die schuld wordt echt stukken groter, dan heb ik het 5,5, 6 miljard zelfs. Maar je hebt nooit afgelost. En de president wist ons in het parlement te vertellen dat die schuld was gedaald eigenlijk van 4 miljard, van 5 miljard naar 4 miljard. Ja. Nee, van 4 miljard naar 3 miljard, 3,1 miljard. Ja. En dat hebben wij toen in ons programma de vorige keer ontkracht, ja, van het zijn allemaal leugens, gebakken lucht, ja. En meneer Ramota Singh is er verder op ingegaan en nog vele anderen. Ik dacht dat Winston van der Leuf er hier ook wel iets te zeggen heeft. Ja, ook van mijn kant een hele goede morgen. Inderdaad hebben we ons vorige uitzending hebben we al aangegeven dat tijdens de jaarrede Hoes waarschijnlijk onwaarheden zijn gepubliceerd. Of tenminste aangekondigd door de president in zijn jaarrede. Wij weten dat een president wordt bijgestaan door instituten en door dusdanige professionals. Dat moeten wij aannemen. Maar het ging ons natuurlijk ook al verbazen hoe de president op de uitspraak komt dat hij 1 miljard heeft afgelost. En wij nemen aan in USD bedoelende, want dat is wat wij merken in een ander roeggordijn. Dus wanneer je naar de staten kijkt, die worden gepubliceerd door verschillende regeringen, dan heb ik gemerkt bij het opzoeken van de websites van zowel het ministerie van Financiën en het bureau van staatsschuld, dat je de ene minister hebt die de kolommen van buitenlandse valuta daarnaast zet een kolom van SFD, dus laten we zeggen de buitenlandse schuld zou 4 of 3 of 2 miljard moeten zijn. Dan zitten ze ook weer een kolom in SFD's naast de buitenlandse schuld. En bij de binnenlandse schuld zet men ook een kolom in USD daarnaast de SFD's. Dat vind ik een rookgordijn, want een buitenlandse schuld is keihard in die valuta die je hebt aangenomen in het buitenland. En dat moet niet geconfronteerd worden op een balans als ze zijn SFD's. Een binnenlandse schuld is keihard de SFD's en dat moet ook niet geconfronteerd worden naar een USD. Dus ik noem dat een roeggordijn. Maar misschien daaronder helemaal van die tabellen zie ik een koersmarge verschil staan, waar de koersen dan per periodiek worden aangegeven, wat ze allemaal hebben ingehouden en hoogstwaarschijnlijk dan ook de calculaties van de totalisering van de bedragen, binnenlandse schuld zowel buitenlandse schuld. En als je dat gaat doen, dan als je een convertering hebt gedaan van een SFD-binnenlandse schuld naar USD, en je neemt de koers, dan zul je een hogere SFD-binnenlandse schuld hebben. Maar als je dat gaat doen voor een buitenlandse schuld, dan ga je een lagere buitenlandse schuld hebben. Misschien dat dat verhaal ergens uit het roeggordijn de president zich laat dwalen. En een miljard zegt te hebben afgelost. Er is niets afgelost. En dat merk je aan de werkelijkheid van de gegevens die het bureau staatsschuld heeft gepubliceerd. Maar er is nog meer aan de hand. Want ik attendeerde u toen op dat het begrotingstekort wat de president doorgaf van rond 4,1%
van het bruto binnenlands product, de BBP dus, dat die, het niet klopte als je goed ging kijken. En VES is er ook namelijk daarover uitgekomen, want naar narekening blijkt dat namelijk dat taakje geen 4,1% is wat het begrotingstekort betreft, want ik zei er waren ook veel gebakken lucht in, wenselijkheden en dat soort van dingen. En velen hebben gezegd, die deze president liegt. P.I.L.E. Gratie Negro. En hij is eigenlijk zeer optimistisch uitgekomen. En iedereen vond het al vreemd. Maar men was voorzichtig, want men zegt, in die 3 jaren zijn we alleen maar met bedriegerijen, rommel en bedrog en leugens. En wat iets meer zei, zijn we eigenlijk zijn we in onze verarming bedonderd geworden door deze president. En daarmee bedoel ik, hoe kan je namelijk een structureel aanpassingsprogramma uitvoeren en loslaten op een bevolking zonder een fatsoenlijke sociaal vangnet? Ja. Helemaal niet. Dus dat wil niets anders zeggen. De patiënt wordt geopereerd zonder verdoving. Maar dat kan, want we hebben op het ministerie van Volksgezondheid ook een Frankenstein liggen. Ja, dus dat mensen zonder verdoving geopereerd worden en door die prijsgrens overschrijdend je dood kan gaan, zou mij niet verwonderen. Want hoeveel mensen zijn mede door wanbeleid op dat ministerie tijdens COVID niet doodgegaan? En nu horen we zelf dat mensen doodgaan als ik mevrouw Ashamura mag geloven. Want we zitten ook met een ding hè, waar er niet eens brandstof is om rond te rijden, om manaction eigenlijk te spuiten, om die beesten eigenlijk te verwijderen, kapot te maken. Ja? Maar auto's liggen gewoon stil. En een andere minister van OW met een lieflijke naam van kijk hè dame, ja, die zegt gewoon van, maar ik heb geen geld om olie of brandstof namelijk te kopen. En dus ja, daar gaan de mensen maar dood van dingen en dat soort van zaken. Dus je ziet het allerlei rare dingen gebeuren. En terwijl ik zit, denk ik, jongen, een president die met 12 of 20 volgwagens rijdt. Er doen zaken de ronde van allerlei Lamborghini die zijn gekocht, eigenlijk voor klanten. Wagens van rond $1 miljoen en dat soort van dingen. Maar om terug te komen op, hoe noemen ze het, over het tekort op die begroting. Er wordt benadrukt dat steun en leningen onder een van het Internationale Monetaire Fonds niet kunnen worden meegeteld als inkomsten. En dat doen ze wel. Eigenlijk zoals Van der Leuven daarnet zei. Elk jaar, zoals u weet, maakt de regering diezelfde denkfout door deze middelen waarschijnlijk willens en wetens als inkomsten voor het land te beschouwen. En dan, als je goed gaat kijken, dan moet je wel constateren wat deze president doet en zijn mannetjes daar en zijn regering is gewoon hyperbelachelijk, als ik niet moet zeggen hyperbedriegelijk. Ja, dus behalve dat je de leningen niet als inkomsten kan opbrengen op de balans, het spreekt voor zichzelf, een lening is een schuld. De schuld kunnen geen inkomen zijn. Ja, dus dat vinden wij echt inderdaad een misleiding. En we zien het al achtereenvolgens bij verschillende regeringen vanaf 2010, 2015, 2020 zien we het al een regelmaat worden. Echter heb ik in de vorige uitzending ook al aangegeven dat na de jaarrede de president de begrotingen heeft ingediend die in behandeling moeten worden genomen. En ik maakte per abuis natuurlijk de opmerking dat men ervoor moet zorgen de goedgekeurde begrotingen van 2023 eerst te verantwoorden met legalisering van de Rekenkamer en CLAT, Centraal Land Accountantsdienst. Maar het is geen rekening van 2023, want die kunnen ze pas eind 2023 sluiten. Maar ik bedoelde te zeggen, de rekening van 2022 zou men eerst in behandeling moeten nemen om een volgende begroting te gaan behandelen. En de bureau staatsschuld is maar een onderdeel van de wet die in 2002 als het ware is gefabriceerd om extra belastende werkzaamheden bij de Rekenkamer weg te nemen. Maar die valt nog steeds bij wet onder de Rekenkamer en zal al
de rekeningen die door de minister en de rest van de regering worden gestuurd, eerst naar de rekenkamer. En van daaruit vindt er dan weer een koppeling plaats waar de administratieve bevoegdheden van bureau staatsschuld zich dan vestigen door het maken van overzichten en het presenteren. En ze mogen ook vrijelijk adviseren aan de minister betreffende onze staatsschuld, zowel binnenlandse als buitenlandse, kortlopende, middellanglopende en langlopende schulden. Dus dat is hoe het geheel met elkaar verbindt als het ware en verantwoord. Dus ik heb ook dan aangedrongen dat bij deze begrotingsbehandeling wil de regering enigszins geloofwaardig overkomen en hetgeen dat ze allemaal hebben gepresteerd in een begroting en een begrotingstekort die ze hebben genoemd van 4,1%. Laat de Nationale Assemblée op zijn kieviete zijn en op zijn achterpoten gaan staan en zeggen, hey, luister eens een keer de regering. Wij hebben steeds hier behandeld al die begrotingen, maar feitelijk leggen we de wet naast ons als wij niet eerst vragen om die verantwoording van de uitgaven van de regering van de goedgekeurde begroting van 2022. Ik denk dat als de regering, als de assemblée dit keertje dat aan de regering vraagt, dat we dan eens één keertje in lijn met de wet de zaken op een correcte manier aanpakken. Alvorens ze overgaan tot behandeling van de begroting van 2024. In dit kader zit namelijk in het middelpunt het IMF. En ik heb u al gezegd, dokter Natasha Adawa heeft een voortreffelijke uiteenzetting gedaan in het middagprogramma, het zondagmiddagprogramma via Radio Tamara. Ook dokter Ashwin Ramcharan heeft zijn licht daarover doen schijnen op een heel professionele manier. En niet te vergeten natuurlijk Peter R. Wolf, alle drie die in Nederland namelijk zitten. Ik dacht, en hier in Suriname hebben we een onder andere een Winston Ramota Singh van Vets gehad, die ook is uitgekomen. En wij waren ook al eerder diezelfde dag van de State of the Union van de president uitgekomen. Het enige wat ik nog zie, want dit jaar is het een stuk anders toegegaan dan voorgaande jaren, dat hij namelijk, er waren militairen bij, er waren polities bij. Dus volgende keer zie ik die president in een gouden koets, net als in Nederland, naar het parlement gaan, naar de assemblee gaan. Of misschien dat hij namelijk, hoe noemen ze het, als koek gaat fungeren en als de staart wordt getrokken richting hoe noemen ze het parlement. Ja, maar over het IMF gesproken, en dan kom ik daar op het stuk eigenlijk samenvatten waarover Natasha heeft gesproken en eigenlijk heel goed is overgekomen. En had men het begrepen, had men verstand, had men niet alleen maar een HBO'tje gedaan, ja, maar een politieman geworden die achter boefjes en dat ze die verrenden, maar ze verstand had gebruikt, dan was je nooit naar het IMF gegaan. Wat men je ook namelijk had gezegd. En daar is namelijk precies het verschil tussen Ronald Venetiaan, die zei een nul optie, nooit en te never naar het IMF, en een politieagentje, ja, die er heel weinig van namelijk heeft begrepen, maar alleen maar op uit was om geld, waarvan we vragen, komt het geld, het land en het volk namelijk ten goede. Als we letten op al die corruptieschandalen en waar iedereen zich afvraagt, waar gaat het geld naartoe? Trouwens, ik heb recentelijk een videootje gezien van de ex-president, de respectabele meneer Venetiaan, waarbij hij inderdaad ook een x-aantal wijzelijkheden heeft laten horen van wanneer een IMF gaat, dan zou je moeten weten waarvoor je naar IMF gaat. En niet om een betalingsbalanssteun die je ook op een andere manier bent gaan gebruiken dan alleen een betalingsbalanssteun. Hij heeft ook aangegeven het reisgedrag van zijn collega of in de huidige regering, dat niet in balans is met de situatie die wij hebben financieel en economisch, maatschappelijk en sociaal. Je moet weten waar je prioriteiten staan. Dus ik vond het dusdanig een behoorlijke nood die deze ex-president uit ervaring
mede heeft gegeven. En ik hoop dat het goed aankomt en overkomt bij deze regering. En dat ze daar wat wijsheid uit kunnen gaan trekken. Ik betwijfel dat. Maar om terug te komen ja, en, op datgene wat Natasja Adama heeft gezegd. En samenvattend zou je kunnen zeggen. Het komt hierop neer dat terwijl het IMF sinds zijn oprichting beweert te streven naar monetaire stabiliteit en economische groei in de wereld, kunnen die schaduwzijde van het beleid van deze machtige westerse instantie niet worden genegeerd. En u wilt weten, het is belangrijk dat de internationale gemeenschap kritisch blijft kijken naar de impact van het IMF op ontwikkelingslanden en streeft naar meer transparantie, democratie, verantwoording en meer evenwichtige aanpak van de economische ontwikkeling. Want als je goed gaat kijken, dan hoor je dat de president verschrikkelijk blij is. Boze tongen beweren, ze hebben de hele avond gefeest en gedanst en weet ik wat allemaal meer. Het leek een soort polonaise. Ja? Aan de andere kant zie je IMF die ook vreselijk tevreden is met deze regering. En toen had ik het in mijn vorige uitzending over de dubbele rol die deze organisatie speelt. Het is een bank. Ja, hij wil je geld hebben om je daarna eigenlijk aan de ketens te zetten. Om je eigenlijk weer in een slavernij te drijven. Nergens waar IMF is geweest, misschien een enkele keer, is het goed gekomen met een land. Ik denk bijvoorbeeld, Zimbabwe is een van de landen, maar ook Argentinië. Jamaica kan je noemen. Ik dacht Trinidad ook. Noem maar op. Er zijn een aantal landen namelijk geweest. En nu is Suriname helemaal aan die ketting van IMF. En ik kan u zeggen, achter die schijnbaar nobele façade van internationale financiële expertise van IMF schuilt een duistere schaduwkant die maar al te vaak wordt vergeten. Het IMF heeft herhaaldelijk landen, naties in een wurggreep van schuld geduwd. En dat vertelt Natasja ook namelijk in dat programma. Ja? Onder het mom van financiële hulp biedt het IMF leningen aan landen in financiële nood, zoals in Suriname. Maar deze leningen zijn verre eigenlijk van genereus. Ze komen met draconische voorwaarden, zoals ja, het verminderen van overheidsuitgaven. Daar zijn ze sterk in, waardoor het volk eigenlijk gaat pinaren, honger gaat lijden, ja. En het beëindigen van sociale programma's. Ik heb het daaraan gehad, die stabiliteiten van deze regering, een programma, namelijk een aanpassingsprogramma uitvoeren zonder een sociaal vangnet, is hetzelfde als een kies trekken zonder verdoving, of sterker nog, een hartoperatie doen zonder verdoving. En ik kan u zeggen, dit soort verhandelingen van het IMF en samenwerking met een regering die niet weet wat regeren is, maar eigenlijk meer bezig is met zijn eigenlijke welzijn en welvaart en allerlei uitgaven waar grote vraagtekens achter geplaatst kunnen worden, kan ik zeggen dat dit zal leiden, of dit leidt nu al zelfs, tot langdurige economische malaise en eigenlijk een sociaal lijdensweg. En lijden met lange ei wel te verstaan, want je hebt ook lijden namelijk met EI, zoals die plaats van jullie daar. En het, een malaise voor de Surinaamse bevolking, een sociale lijdensweg voor de Surinaamse bevolking. En niet alleen maar voor Suriname, maar ook alle landen waar IMF namelijk is geweest. Ik kan niet zeggen, in het geval van Suriname lijkt die Surinaamse regering onder leiding van deze president zich te laten vangen door de een afhankelijkheidsstrategie van het IMF. Het IMF houdt Suriname namelijk een lokaas van leningen tranches voor. Het is al de derde geweest, die met gejuich, zoals ik u daarnet vertelde, en triomfantelijk gekreten werd ontvangen. En daar heb ik het over die derde tranches, maar eigenlijk bij alle voorgaande tranches, als die worden uitgekeerd. En wat doet men met het geld? Dus ja, dat roept eigenlijk ook vraagtekens op. Ik kan me nog herinneren bij de eerste tranche dat die los was gekomen, dat er een stoet door de stad heen al klaksonerend rondreed. En ik vroeg me af, wat is dit? Het is een lening en waarom heeft men feestvreugde? Dat geeft dan natuurlijk een indicatie aan dat hoogstwaarschijnlijk de feestvreugden en de feestvierenden op dat ogenblik er directe belang bij hebben om in aanmerking te komen voor de tranches die zijn
toegekomen aan Suriname als een lening. Dus dat zet duidelijke vraagteken achter hetgeen wat de regering aan het uitspoken is met deze leningen die binnenkomen. Eén ding hebben we wel geconstateerd, dat tot nu toe heeft deze samenwerking van de regering met het IMF alleen maar geleid tot een grotere ongelijkheid en economische instabiliteit, namelijk in het land. Ze vinden het is stabiel. Verleden reed ik langs de Rooms-Katholieke begraafplaats middernacht, namelijk wonen ze het aan de, ik weet niet hoe die straat namelijk daar heet, die verbinding weg. Schietbaanweg, ja. En toen zag ik wat stabiliteit is. Want het was vrij rustig in de begraafplaats. Ja. Maar eigenlijk, we lachen erom. Maar het is verschrikkelijk wat wij met z'n allen op dit moment meemaken met deze regering en in samenwerking met IMF. Want laten we eigenlijk gaan kijken naar het sociale impact. Die bezuinigingsmaatregelen die vaak worden opgelegd als voorwaarden voor die IMF-leningen, hebben tot nu toe alleen maar voor een verwoestende effect gezorgd in de sociale infrastructuur van Suriname. Op elk gebied. Laten we beginnen. Gezondheidszorg, waar Kouai alias Frankenstein namelijk de leiding heeft. Met zoveel doden. Alleen bij COVID meer dan 1500 doden. Nu weer een probleem. Dat jongetje, hij kan het gewoon weg niet. Maar hij wordt nog in bescherming genomen, want als je nog wat probeert te zeggen, ja, dan heb je nog van die rechters, die het met DT schreven daar, ja, die hem nog gelijk geven. Je weet het, sommige rechters, ze kennen geen lidwoorden Nederlands. Is vreselijk, maar ze zijn rechter in het kader, namelijk zoals ze zijn doorgestroomd. Maar het is niet alleen maar gezondheidszorg, onderwijs en het sociaal-maatschappelijk leven, kan ik u vertellen, die zijn zwaar getroffen en dat heeft geleid tot een verslechtering eigenlijk van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Maar Chan en het IMF willen het volk van Suriname doen geloven dat het goed gaat en dat het alleen maar beter zal worden als ik eigenlijk zo'n beetje mag uitgaan van zijn speech, namelijk op die bewuste dag in het Dus we zeiden het al bij de vorige uitzending. Het is allemaal contrasterend wat in de jaarreden gepresenteerd is. Maar we geven nu die analytische beschouwing van de beslissing die genomen is, nota bene door de mensen die zich heftig hadden verzet om naar het IMF te gaan bij de vorige regering. Maar uiteindelijk vragen wij ons dan in die analyse af, wat is het en welke bril heeft de president opgehad dan? Want hij heeft gezegd, als wij geen vooruitgang hebben gezien en ontwikkeling, moeten we naar een opticien. Maar dan stellen wij de vraag. Je hebt verschillende brillen, je hebt ook WC-brillen. Dus dat bedoel ik, welke bril heeft de president met zijn mensen dan opgezet toen ze naar IMF gingen? En op een gegeven ogenblik alle sociale programma's stop te zetten. Wetende wat de economie van Suriname inhoudt, wetende wat ontwikkeling in Suriname op welk niveau dat is, wij weten dat wij een behoorlijke sociale groep hebben die feitelijk afhankelijk is gemaakt en afhankelijk is gehouden sinds de onafhankelijkheid. Er zijn geen noemenswaardige investeringen geweest in onderwijs, laat me daar beginnen, om ervoor te zorgen dat het onderwijs zich ging toespitsen op de mogelijke potentiële ontwikkeling van wat wij zelf hebben aan natuurlijke hulpbronnen, wat wij zelf hebben aan natuurlijke ruimte. Dan denk ik aan de maatschappij die hier steeds zijn geweest, waar ik in de schoolbanken moest horen van mijn adreskundeleraar, dat de economie van Suriname op bokziet aan het drijven was. Ja, en wij hebben dan op een gegeven moment in 2020 een regering zien komen opdagen die in zijn campagne zo bewust is omgegaan om aan te geven waar de chaos staat, waar corruptie staat, waar er werd gestolen en hoe dat allemaal gecorrigeerd zou worden. Wat verrast vriend en vijand is wanneer de regering zegt, we stappen naar het IMF, we hebben geen keus. Er waren andere keuzes. Zeker weten, als
We hadden geluisterd naar de campagne die gevoerd was. En als men die maatregelen dusdanig had getroffen om de corrigerende maatregelen zoals die zijn beloofd uit te voeren, dan hadden wij wel een andere keus. Weet u, meneer Botse, en in dit kader spreek ik ook direct, of richt ik mijn woord naar Ludwig van Milieu, die ook luistert op dit moment. Ik moet u zeggen, het lijkt maar niet tot die Surinaamse regering en het IMF door te dringen dat er, ja, hoe wil ik het uitdrukken, dat er totaal andere parameters eigenlijk gelden voor reële duurzame economische ontwikkeling. Maar hij gaat het ook niet weten, hij is trouwens ook geen econoom. Een politieagentje is nog geen econoom. Ja, zou mijn vriend Winston Ramota zien zeggen. Ja. Net als het IMF heeft de president van Suriname, ja, en Suriname ook veel voorspoed en ontwikkeling beloofd. Leven in de hoop, sterven in de verwachting, zou ik zeggen. Na 3 jaar regeren zien we echter grote armoede, een uittocht van talent en een toenemende golf van criminaliteit. U wil het niet weten, maar mij werd net eigenlijk ingefluisterd. 6 maanden geleden waren er ongeveer 143.000 mensen, vooral bij het onderwijs en in de zorg, dus verpleegsters, zo'n beetje vertrokken. Vandaag op de dag is het al zelfs over de 200.000 mensen die zijn vertrokken. Dus straks als een regering overneemt van deze mensen en die regering waarvan ik zelf weet het hart op de juiste plaats zal hebben en affairs namelijk zal zijn tegen corruptie, dus integer zal zijn, waar ga je die mensen in Suriname vinden? Dus je zal genoodzaakt zijn om datgene wat meneer Venlo vaak zegt, diaspora. Alleen ik geloof niet in diaspora, want voor mij is diaspora een soort corruptief begrip van een dia die ontspoord is en in een stal namelijk van meneer Botse is belaat. Overigens, ik moet hem feliciteren, want volgens mij in deze dagen wordt hij 80 jaar. Maar ik kan u ook zeggen, die prijzen in de winkels die blijven maar stijgen, elke dag. Brandstofprijzen zijn onbeheersbaar en bezuinigingen op nutsvoorzieningen gaan onverminderd door wat de geldontwaarding eigenlijk in die komende jaren zal blijven verergeren. Ik weet dat Roy Boudou bijvoorbeeld gisteren niet is betaald geworden terwijl de overheid heel wat brandstof op rekening heeft gekocht. En die man heeft gewoon gezegd, hey, ik stop ermee. Trouwens, Roy Boudou, heb ik begrepen, is ook de man die ook in het begin heeft gezegd, if you have money, enough rij, autonom, we gaan maar bij haar brandstof. Ja. Dus bijna kunnen we zeggen, bootje komt op zijn loontje. Het is natuurlijk. Maar ik kan niet zeggen, het is ronduit beschamend dat het IMF dat beter zou moeten weten, Chan in een roes houdt en hem niet wakker schudt. Ja. Van duurzame economische groei is er alleen maar sprake als er werkgelegenheid groeiende is. Ja. Precies. En consumptieprijzen dalen, er een bloeiende productiesector ontstaat en toenemende koopkracht en een toename van de export zich manifesteren. Niets van deze zaken hebben wij gezien, terwijl deze zaken voor de verkiezingen met Chan zijn doorgesproken, ook met deskundigen. Let wel, ik heb het niet over adviseurs die kippenpoten verkopen ergens op Lelydorp, maar echt over deskundigen of kippenvleugels. Ja, en vervolgens rommel zit in te fluisteren in Chan's oor. En Chan, die net zo knap is als, hoe noemen ze het, als die van ABOP, dus Ronnie Brunswijk, die hapt het namelijk voor zoete koek. Hij eet het namelijk voor zoete koek. Ja. Diversificatie van die inkomsten, naast die inkomsten uit traditionele natuurlijke hulpbronnen, zouden ook een teken moeten zijn dat het goed gaat in het land. Dus wanneer die man praat over het gaat goed in het land, daar in het parlement, in de State of the Union, zoals ze het noemen, dan zit hij gewoon mensen voor de gek te houden. Hij ziet een lucht in de tunnel, maar hij ziet geen licht aan het einde van de tunnel. Want dat is een ander soort licht. Het licht dat Chan namelijk in die tunnel ziet, is van een ontspoorde trein die blijft doordraaien, die motoren blijven doordraaien. Dus er is nog licht in de tunnel, maar er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. Dit is die hard goed Nederlands, ook voor de heren die pretenderen rechters hier uit te maken en het met DT schrijven in hun stukken.
Maar in elk geval, je kan je ook vragen van, ja, die diversificatie, die zou er ook een teken moeten zijn dat het goed gaat in het land. En dan vraag, kan je je afvragen, hè, waarom overtuigt het IMF Chan er niet van dat diversificatie van de economie en een efficiënt werkende belastingdienst, om in woorden te praten van Peter R. Wolf, ja, essentieel zijn voor duurzame financiële stabiliteit. Maar precies deze genoemde factoren ontbreken eigenlijk categorisch in feitelijk alle regeerprogramma's die we tot nu toe hebben gezien de afgelopen 48 jaar. Ik denk bij stap 1, stap 2, stap 3 waren er kernelementen erin en zijn ze ook van de grond gekomen. Maar in het herstelprogramma worden die dingen eigenlijk als bijgevoegde onderwerpen van een herstelprogramma genoemd. En niet als systematisch en vereiste investeringen die gedaan moeten worden tot het versterken, institutioneel versterken van onze controlemechanismes, onze investeringmechanismes. We zien dat niet terug. En dan vraag je af, waar komt dan die euforie van de president vandaan om te zeggen dat er ontwikkeling is? Ik bedoel, hij heeft een project genoemd van kokosnootbomen die geplant zijn en noemt het pomeroen, daar de coronie. Maar alle experts op het gebied van de kokosindustrie weten dat dit pas na 4-5 jaren een enige productie kan leveren in een beginfase. Je zal pas na 7 tot 10 jaren echt een productie in bloei kunnen zien om te zeggen dat je wat daaruit terug zou kunnen halen van de investeringen, die return of investment, ROI. Maar dat is geen ontwikkeling op zichzelf van kokosplantage aanleggen. Je moet naar die hele industrie kijken. Welke eindproducten ga je eruit halen? Je moet niet een sommering geven van er komen 400 zoveel producten eruit. Zeg ons dat de plantage die daar technisch is neergezet, krijgt een laboratorium, krijgt een fabriek en krijgt een specialisatie voor het maken van bepaalde eindproducten die zo'n marktwaarde en omzet zullen gaan vertegenwoordigen, zoveel arbeidsplaatsen zullen vertegenwoordigen en zoveel omzet voor ons zullen brengen aan export. Dat is wat wij willen horen en dat is wat je kan meenemen en als deskundige kan neerzetten in een jaarreden van dit is een investering in ontwikkeling. We missen gewoon alle andere componenten van professionele benadering in de gehele regeringskolom en tegelijkertijd in de hele regeringsbeleid en aanpak. Mijn beste luisteraars, wat wij vandaag proberen te doen is een samenvatting van wat deskundigen op het gebied van financiën, dus financiële deskundigen, zoals Winston Ramota Singh, Dr. Natasha Adema, Dr. Ashwin Ramcharan, maar vooral Peter R. Wolf, die ook zijn gedachten op papier heeft gezet om een totale integratie te geven. Want we werkelijk te hebben in feite, als je goed gaat bekijken, het hele beleid en die jaarreden op een professionele en meesterlijke manier van Chan afgelopen, wanneer was het eigenlijk? 30 september. Aan flarden geschoten. Echt, aan flarden. Ik zag die veren vliegen boven Paramaribo. En nogmaals, meesterlijk werk. En dat proberen wij vandaag aan u over te brengen. Als u nog twijfelde aan deze regering, dat ze het goed doen, et cetera. Het zijn deskundigen samen met ons hier in de studio die u aan de hersenen proberen te brengen, mensen. Dit soort van figuren mogen nooit en nooit meer aan de macht komen. Vooral hoe ze hun zinnen hebben gezet op die oliedollars om te komen roven en te stelen, et cetera. Trouwens, niet zij alleen, maar die hele oude politiek. Ik blijf het hameren. Want als dat gebeurt, is het gedaan, namelijk met Suriname. En deze mensen hebben geprobeerd samen met ons u bij die gedachten te brengen. Ja, van maak die fout niet. Want ik kom zo direct weer op iets anders, als we nog de tijd namelijk hebben. Want er is flink Jorka Soepo
Ik dacht afgelopen vrijdag bediend ergens aan de Wanikastraat. Als we nog tijd hebben, komen we daarop. Maar om terug te komen, zoals Peter het namelijk aangeeft, die staatsschuld, en dat weten wij ook allemaal, is met 50% gestegen tot maar liefst 200% van het bruto binnenlands product. En dit is natuurlijk het bittere resultaat van economisch wanbeleid en een epidemie van corruptie en kunst die de regering van Tokyo Brunswijk tot imperfectie heeft verheven. Ook een heel mooie taalgebruik. Het beoordelingsvermogen van onze president blijkt een lege huls te zijn wanneer we alle rampzalige geprojecteerde investeringen onder de loep nemen. En Peter, die noemt, zoals iedereen het al kent, Surfit. Ja. APSG, ik dacht die zou komen in Kommerwijnen, een of ander waterproject. Diaspora kapitaal, geboefte kapitaal, ja. Lieve kapitaal, denk maar aan Prenoble en denk maar aan De Haan. En natuurlijk niet te vergeten die mevrouw, hoe noemen ze het, die samen verdwenen is met Die Haan. De Hen. Die Hen. dat ding heeft haar kippenhok weer gevonden, want we horen niks meer van de. Leningen verkrijgen via duistere Italiaanse postbusfirma's. U kent het wel. Van maffia, duistere. Het is gewoon de maffia. Wilden ze 7 miljard lenen. Ja? De hallucinante diepzeehaven. Dat waren de Italiaan. Ja. Maar dan praten we over diepzeehaven bij Nikeri. Zelf het benoemen van zijn bedenkelijke zoon tot zaakgelastigde in Miami. Waar hij duidelijk niet thuis hoort, onthult pijnlijk dat we niet de juiste leiders aan het roer hebben in Suriname. En dat is helder en duidelijk. En dan niet te vergeten, ze staan in de startblokken. Dan hebben we het over de oliedollars. Ja, ik denk dat ik heb vaker geluisterd naar de heer Peter R. Wolf. En ik ga u eerlijk zeggen, Peter M. Wolf. M. Wolf, no? M. Wolf. Ja, M. R of M? M. Wolf. De M van Maria. Oké, M. Wolf. Ja, ik heb vaker naar zijn redenvoering geluisterd en het is sowieso iemand die thuis hoort in het fiscale. En hij weet waarover hij praat. Hij heeft vaker genoeg ook zijn visie gegeven hoe hier in Suriname de fiscale faciliteiten opgegreed moeten worden. Ik ben het helemaal eens met hem. En daarbij om meer te gaan kunnen innen bij degenen die het meest verdienen, zit zwaar bij hem op de plank en zegt, luister, dit moet eens een keertje van de grond kunnen komen en hij wil daarin zijn krachten gaan helpen geven als het zover is. Meneer Peter M. Wolf, ik ben daarvoor helemaal ook welkom. Als het van mij zijnde uit is als Surinaamse burger, dan hebben we meer van dit soort mensen nodig die een transparante visie kunnen delen met de samenleving en ze die informatie kunnen geven om hun visie te kunnen verbreden van hoe werkt een maatschappij als het ware op een gezonde manier. En niet wat wij steeds merken, en dat is dat al deze regeerprogramma's de Belastingdienst zo ver mogelijk uit het licht houden. En plotseling met een BTW komen aandraven als wet, omdat het afgesproken is in een IMF-programma. En men niet genoegzaam ervoor heeft kunnen zorgen dat de daarvoor geldende belasting dat we hadden als omzetbelasting eerst eraf moest en dan de BTW erop moest, want het zou een verlaging moeten zijn, want omzetbelasting was al 12% en BTW zou een verlaging moeten zijn van 2%. In praktijk merken wij als gewone burger dat we beide belastingen bijgekregen hebben op alle prijzen van de goederen op de schappen. En nu terug gaan naar die oliedollars. Je vraagt je af dat als de zaken die al hier decennia spelen, institutionele versterking van onze controlemechanismen bij onze monetaire en financiële autoriteiten, bij de binnenkomst van onze invoer en export, want we zien het, we horen het, we lezen het wereldwijd, hoeveel tonnen aan cocaïne vanuit onze havens worden verscheept, of onze haven wordt verscheept. Er zijn volgens mij maar één internationale haven, en hier is dat de Shulzetni-haven. We zien het aan belastingontduiking dat binnenkomt. Dan hoe wil jij nu mij het gevoel geven
dat je de oil- en gasindustrie klaar voor staat om dat goed te kunnen managen. Ik denk als league, als gewoon Surinaamse burger, ik ben geen professionele econoom of fiscalist, en ik kijk naar de zaken en ik ontdek dat de basis, het fundament, helemaal een chaos is. Dus dan vraag ik ook dat men dat stukje eerst oppakt, eerst goed doet, voordat je naar een grotere industrie gaat. Want we weten toch, we hebben dat van bauxiet niet kunnen managen. We hebben van hout niet kunnen managen, tot de dag van vandaag niet. Van goud niet kunnen managen. Het is een grote chaos wat zich daarvoor doet. We hebben dat van onze visgronden nog steeds. Al decennia lang gaan de miljarden waarschijnlijk gemoeid met dat stukje wat ik heb genoemd aan visgronden. Maar wat zien wij hier in de staatskas? Wat zien wij hier als eindproduct op de schappen? We krijgen afval. En als we gaan kijken wat de bijdrage is in staatskas, dan is dat te verwaarlozen, is nihilistisch. Om verder te gaan, om voor te borduren wat Winston van der Leef daar net naar voren heeft gebracht, kan ik u één ding zeggen. De enige gedachte die de huidige Surinaamse regering lijkt te koesteren, is het binnenstromen van oliedollars en niet welvaart en welzijn van deze bevolking. Maar zelfs dat is van verre van zeker. De wereld ondergaat op dit moment een enorme energietransitie. Weg van fossiele brandstoffen, wat die toekomstige olieprijzen onvoorstelbaar maakt. Bovendien ontbeert Suriname de middelen om als gelijkwaardige partner te onderhandelen over de olieinkomsten. Alle investeringen van grote maatschappijen moeten uiteindelijk worden terugbetaald. Evenals die schulden die zijn aangegaan om partnerschappen met deze oliereuzen aan te gaan. De president en het IMF blijven het Surinaams volk voor de gek houden, te bedriegen en te misleiden over hun financiële toekomst. Wanneer zullen die leugens over de financiële gezondheid van de Surinaamse economie eindelijk stoppen, vraagt iedereen zich af. Ja. Die verdraaiing van de feiten over de werkelijke economische situatie in onze hoogste college van staat is nu duidelijk geworden door die financiële malaise waarin Suriname verder is komen te verkeren. Het lijkt erop dat Chan en het IMF elkaar hebben besmet. Ik weet niet of het is met dengue of met hoe heet die ziekte namelijk van Kauai, alias Frankenstein van volksgezondheid, dat 1500 doden heeft gezorgd. Dat is COVID niet. COVID, ja. Het kan ook, ja, we gaan ook denken, in elk geval allerlei virussen die we doen. Misschien een mix, hè? Een mix van die twee. Dan krijg je Kauai eruit. Het lijkt erop dat Chan en het IMF elkaar werkelijk hebben besmet, ja, met deze tragische misleidingstactieken. Die gevolgen van het IMF-beleid zal uiteindelijk de doodsteek blijken te zijn voor deze zo teleurstellende president, aldus meneer Peter R. Wolff. In elk geval, er is kader als je zo ziet hoe iedereen denkt. Het is Peter Wolff geweest, het is aan het licht is gekomen en besproken ook. Wist dat het dat is een echte topper, financiële topper. Ja. Natasha Adama, Ashwin Ramcharan en ook niet te vergeten Theo Vishnuda. Oh ja. Ja, ja. Ook niet te vergeten. Dat zijn mensen die zich profileren en waarvan we weten, ze hebben hard namelijk voor het volk en wat het volk te lijden heeft. Maar er is een partij die op weg is naar glorietijden. Een jong passie. Ben je geweest? Nee. Ik had geen uitdaging. Ja, maar dat heb je gemist. Jorka Soufou. En dichtbij op een graafplaats. Oud-Linasrus. Ja, oud- en nieuw-Linasrus. Ja, ik kan je zeggen, die feestvergadering van vrijdag. Ik heb er een beetje, ik was bezig en zo. Want ik had geen zin in Jorka Soufou. Bleek een succesvolle eerste stap te zijn, zoals ze samen beweren, van het nieuwe pad. Alles nemen ze over. De heren, nieuwe beweging, een nieuwe pad. Ja, ik zie ze met de kantlijnen die ze ervan hebben vernomen. Maar nieuwe pad, ik had ook een nieuw todo. Ja, een pad. Een pad. Dat het pad. Het pad dat het, het groene pad wil gaan bewandelen. Ja. Ik heb begrepen, zoals ze zelf zeggen hoor, honderden mensen
vanuit verschillende delen van het land, voornamelijk in het groen gekleed, verzamelden zich daar in Grundjari om die Djorka Tsupu namelijk te nuttigen. Ja? Veteranen van de partij, die hebben zich aangemeld en ik zat soms een beetje te kijken en het was paraat en ik dacht, maar van jou lol. Je bent bijna. Als plotseling die criminelen namelijk van Brunswijk komen aandraven met, hoe noemen ze het net, met wapens. Fire long. Er werden toespraken gehouden. En ik zag die oude mensen van 98 en 100 jaar, dat bij waar, wie klaar is voor 50 à 50. Ja, ik En ze beloofden ook plechtig. Doelen namelijk op de politieke strijd die ze als de nieuwe, het nieuwe pad, ook iets wat erbij, ja, het nieuwe pad op het pad zal willen gaan voeren. Ja. En ook de voorzitter die sprak en hij zei, wij ouderen moeten nu gewoon ondersteunen. We hoeven niet meer op de voorgrond. Oké, laten we zeggen, Retwee de Bos is een respectabele NPS'er geweest. Ja, dat zeker weten. Ik heb het zelfs gecompliceerd. Ik ga daar geen grappen over maken, mensen als Venetiaan. Ja. Maar het is ook hier in Suriname, het was tof, het schudden op de aardbodem. Want wie kwam namelijk buiten, naar buiten? Good old Kruzu! Wow. En het was niet makkelijk. We hadden hem nog genoemd in onze vorige uitzending. Ja. En precies daarna heb ik hem in een uitzending gehoord. Ik dacht Baganatori. Ja. Ja, met Clifton Limburg. En kijk, ik hoor wel aan zijn stem dat hij een paar jaartjes ouder is geworden. Maar het was een lust om de man zijn wijsheid te zitten luisteren. Ik dacht, hij is 87. 86. En Fede Char is ook 86. Waarschijnlijk deze dezelfde liefde. Nee, als het goed is, laat me even kijken. 33. Nee, zullen we even uitgaan. Nee, maar goed, waarschijnlijk deze dezelfde liefde om me bij. Maar het was voor mij een verademing om eens weer na hele lange tijd, want ik denk zeker 20 jaar heb ik de man niet in de media meer gehoord, 10 tot 15, 20 jaar, niet echt meer op de voorgrond. Hij was wel actief op de achtergrond. Ik heb dat wel vernomen en hij is heel veel bezig geweest met communewerken, heb ik ook begrepen. Ik heb hem zelfs meegemaakt in een geval waar een Chinese vriend van mij was beroofd en doodgestoken bij Santigrom. En hij is ook zijn medeleven komen betuigen. Hij is daar aanwezig geweest, zelfs bij de vergrafenis. En ik schrok dat ik hem daar zag. Dus dat voor sociaal mens is meneer Kruzu. Laten we het zo houden, want zo wordt hij genoemd door het volk. Meneer Kruzu, meneer Kruisland. Ik heb genoten van de uitzending. Niet dat hij bezig was trappen en onderbuik trappen te geven. Dat was het niet. Hij heeft duidelijk aangetoond dat wat wij hebben geanalyseerd en hebben gepresenteerd in onze uitzending de vorige keer, dat het een man is van kaliber, een man die politiek begaafd bezig was en zeker met het hart als Surinamer voor de Surinamer en voor het Surinaamse land waarin hij is geboren en getogen. Wij hebben dat gesprek duidelijk ook gehoord, dat het totaal ondermaats is wat er wordt gepresteerd bij de leiding van de NPS, die eigenlijk een van de grootste partijen was van wel eer, waarbij deze mensen als Spengel werden genoemd, Aro werd genoemd, Otmar Rogers werd genoemd, later ook nog, kan je zeggen, mevrouw Rik Berwee de Bos erbij. Ik heb persoonlijk, ik dacht in 2010, 2011, mevrouw Rik Berwee de Bos, gecomplimenteerd voor haar medewerker toen met de assembleevoorzitter Jennifer Simons, ja. om het parlementair werk op een academisch niveau hoger op te tillen. En ik heb haar toen persoonlijk gecomplimenteerd. Dank je wel, ondanks je in de oppositie zit, dat je wel inziet dat het niet gaat om oppositie en coalitie wanneer het gaat om institutionele versterking. En toen zouden ze starten met het parlement juridisch verder te versterken. Men zou starten met datgene van de assemblee-TV, de uitzendingen.
Ik heb haar persoonlijk bedankt en gecomplimenteerd via social media. En ik zeg mevrouw, hartelijk dank. Want daar is waar wij Surinamers nog eens een keertje besef moeten hebben. Dat het niet gaat om oppositie en coalitie. Maar het gaat om de belangen op nationaal niveau. En zorgen dat onze kinderen, de jeugd van nu die morgen het volk moet zijn en moet gaan overnemen. Een dusdanig fundament overnemen. Dat ze met hun geheven hoofd in de wereld kunnen staan. Zeg, kijk, we produceren, kijk, we doen dat transparant, kijk, we doen dat professioneel. Maar meneer Samson, Guillermo. Het geheel ging niet over para-industrie en ethicot. Nee. Het ging om het parlementair werk op een hoger niveau. Nou, wat dat aangaat, ben ik meedogen. En ze waren beide lid van het Interparlementaire Unie. Dat is wat je hebt in de wereld. Waar parlementen aan verbonden zijn. En ik dacht, één keertje was hij de ondervoorzitter en de andere keer was de ander de ondervoorzitter of voorzitter van zo'n interparlementaire. Ik zou er geen problemen hebben hoor, als de namen die je daar noemde. De corrupten van de NPS. Zoals Kruso, zoals een terug zouden komen, maar helaas, ja, ze zijn oud, de tijd schrijft voort. Maar onder deze leiding mag de NPS nooit. Ze moeten niet eens in de buurt komen van die olie. Want ik zet grote vraagtekens achter de huidige leiding. Dus dat wil ik ook en ik wil de luisteraars ook oproepen. Kijk die goed uit die doppen. Ja? Want wat er nu is, is niet de tijd van Kruso en Venetiaan en Weidenbos. Voor 77 jaar. En Roger. Ja, voor 77 jaar wat we hebben gezien bij de presentatie. Wat? Uiteindelijk, voor mij ligt het meer op een dido's hoor. Ja. Maar zeg je eerlijk, sorry. Op die tonen zijn ook de diederen persoon. Daarom ben ik nog aan het weer blakken aan het. Voor 77 jaar een mijlpaal voor de NPS. Ik feliciteer ze nogmaals van deze kant uit. Of, sowieso, geen late felicitatie is te heel. Maar feliciteer ze sowieso voor de mijlpaal van 77 jaar. Inderdaad, om een organisatie zo lang te hebben. Zal het wel een enige inzicht vereisen en een aandeel moeten zijn in de samenleving die we zouden moeten respecteren. De NPS is toch wel een hele belangrijke partij altijd geweest? Ja, juist. En, ja. Daarom wil ik dat toch nog zo, voordat we gaan afsluiten, aangeven. Dat ik dat respect nog behoud voor de iconen die de partij hebben doen groeien tot een nationale icoon. Maar wat er nu gebeurt, en met de presentatie laatst bij de 77-jarige viering, dan heb ik mij een beetje geschaamd voor het niveau dat daar gepresenteerd is. We hadden sowieso meer verwacht. Natuurlijk, heel belangrijk. We zouden ze wel dolgraag in deze tijd weer willen, maar wel mensen met het karakter eigenlijk van een Kruisland, van een Weidenbos, van een Venetiaan. Maar niet onder deze leiding, want nee. Dit is een ramp. Nee, ik wil dan toch wel de woorden van inspiratie uiten naar de jongeren. En dat is dwars door het hele land. Kijk naar de iconen van mensen die ons het goede voorbeeld hebben gegeven. Van transparantie, van eerlijkheid. Meneer Kruisland, ik ga zijn naam een beetje duidelijker zeggen. Hij heeft toen bedankt, ondanks hij was gekozen en was gevraagd voor het parlementair werk voor te zetten. Heeft geweigerd onder een bepaalde voorzitter daar in de assemblee te stappen. Gewoon vanuit 100% principe dat hij wist dat de man die daar naar voren werd geschoven om de leiding te hebben van het parlement, te veel in aanraking was gekomen met justitie over stedendelicten. Ja, en ik heb dat tot de dag van vandaag ben ik dat niet vergeten. En ik respecteer het tot de dag van vandaag. En ik denk dat op die lees, op dat fundament, wij onze jongeren moeten blijven opvoeden. En niet met datgene van mensen die met geld uit helikopters zitten te strooien of uit wagens zitten te gooien. Dat je erachteraan moet. Niet aan mensen meer de verantwoordelijkheid geven om zo is dat. Het land te hebben. Ik dacht dat we er zo'n beetje zijn. Ja. Meneer Botsen. Ja, we moesten eigenlijk al binnen een halve minuut uitscheiden. Oké, goed. Maar dit is belangrijk. Omdat de mensen weten als ze straks gaan kiezen wie ze moeten kiezen. Ja. Helaas, ik zou het dolgraag willen dat bijvoorbeeld een NPS zoals wij die hebben. Ik was er trouwens, jij was er ook lid van. En ik ook, et cetera. Maar het is niet die NPS wat er nog zit. En mensen moeten zich gaan afvragen waarom Venetiaan
deze voorzitter niet wilde. Tot nu toe is het nooit boven water gekomen en duidelijk. Wat is er gebeurd dat Venetiaan toen zei... Helaas moet ik afscheid nemen, heren. Voor deze. Oké, okay. Goedenavond. Goedenavond. Goedemorgen bedoel ik. Huh? Goedemorgen, mensen. Goedemorgen.